van Kunstwende. Ja, nog even voor een applausje voor. Van jullie Vulcano Song. Thank you.
Arjan Oosterbroek ook wel. Mensen, Arjan Oosterbroek! En je kon het al horen, deze man is buitengewoon begaafd in het gebruik van woorden. Wietsen, genoeg om je aan onze zijde te hebben als presentator. Wietsen Dijkstra! We zijn hier in Sneek bij de voorronde van Cultuur van Kunstbende Friesland. 2017. De finale is natuurlijk op 1 juli 2017 in Amsterdam. Een weekje daarvoor zal de halve finale voor de discipline DJ plaatsvinden. Vorige week zaterdag 4 maart in een neushoorn vond de eerste voorronde plaats voor DJ. En daar is DJ Brightlife uitgekomen. Hebben we vandaag de nummers 2 van vorige week de hele dag kunnen zien in het atrium. Tussen alle bedrijven door draaiden hun sets en dat zullen ze hier ook gaan doen. Geef ze een groot applaus, CNK! Graag nodig ik hier dan ook naar voren uit op het podium de voltallige jury, in dit geval Emma Stuurman, Red Verbaks en Ruud Kersies. Ja, de nummer 3, ik zal gelijk met de deur in huis vallen, is geworden Nimbe Slot. Ik heb ook bij geplaatst die heel erg staat op een werkplaats heeft gemaakt met een oog voor historie met een eigen thema. Yes, dames en heren, Nimbe Slot! Nummer 2 is geworden, Rietske Ipma. Als volgende hebben wij geplaatst een licht perspectief op een unieke manier verteld. We beginnen even heel dramatisch met de quote. Onbekend, maar door de jury zeer bemind. De winnaar van Expo 2017 is... Noralie van het Klooster! Noralie van het Klooster! Blijf je wel voor Noralie van het Klooster! Die deze prachtige conventie zal gaan vertegenwoordigen in de hoofdstad op 1 juli 2017. I hear some funny
Lotte 1. Ja, die gaat drie mensen vertegenwoordigen. Wessel? De nummer 3 vond wel de jury dat hij een hele erge noodzaak had voor haar tekst. Hilda Cuperus. Hilda Cuperus. Van harte. Ja, door de winnaar van de tweede prijs was de jury zeer overdonderd. En dat is geworden Lucas Graf. De bijdrage die wij hebben laten winnen, moesten we vooral ook heel erg lachen. Het was humoristisch. Shelly Wiersma. Shelly Wiersma, gefeliciteerd! Max, welkom. Hij vertegenwoordigt Jeroen en Felke. De derde prijs voor film gaat naar een maker die niet bang is om in het oog te springen. Blij dat ik deze grap dan nu eindelijk eens kan maken. Gefeliciteerd. En de man naast cheert, dat is Amar, dat is een cameraman. Onmisbaar bij het maken van films. De tweede prijs gaat naar Charlotte Berts. De eerste prijs gaat naar Nienke Spanjer. Nienke Spanjer, gefeliciteerd! Onze afvaardiging! En de juryvoorzitter en actrice Nienke Hey, gewonnen bij, applaus! Ja, het was een heel actueel thema. Het zijn twee echte theatermakers. Het is 12. Inderdaad voor 12! En de bronzen spotlight niet vergeten. Bijzonder vormgegeven en krachtig en transparant spel gedaan door Vanity Gerrits. Theater gaat vertegenwoordigen op 1 juni. Gecontroleerd, gedurfd. De echte actrice Sylvana Stoffer. Roep ik hier op het podium de juryvoorzitter is Rosalie Bandstra. We gaan door als eerste naar de nummer 3. Berber, gefeliciteerd, je hebt de derde prijs. Een heel groot applaus. Berber! De tweede prijs gaat naar F. Tof! Yes! Van muziek. Mag ik een applaus voor Lisa Bloem? Nummer 3, heel sterk. Nummer 3 is Silke Fardo. Silke Fardo! Mag ik een Nummer 2, Thomas en Charlotte. En we gaan door. Het moment suprême. Wie gaat Friesland vertegenwoordigen? Dan... Fonk! Ja, jij komt er ook al. Oké, dan gaan we.
Dat is MJ2. Yeah! MJ2! En dan gaan we gauw door naar de tweede prijs. Heel veel dynamiek. Oxygen. Oxygen! Nummer 1 is geworden Femke. Femke! Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van een fantastische dag hier in het Cultuurkwartier Sneek. Geef iedereen nog één keer een allerlaatste applaus. Dat is de allerlaatste kans. Dank jullie wel. Kort voor de applaus. 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 And last, had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.